Hey, leuk dat je kijkt naar EDN Update. We beginnen met Club Trouw. Trouw gaat internationaal. Althans, voor één nacht. De Amsterdamse club vertrekt deze maand namelijk naar Londen. Op zaterdag 30 november zullen de Engelsen een typisch trouwavondje meemaken. Tijdens Trouw Takeover kan men op het terrein van Village Underground kennis maken met de vooruitstrevende club. Met smaakmakers Tom Trago, Sam Proper, Job Jobse en trouwprogrammeur Olaf Boswijk himself. Na de uitputting van het ADE staat Amsterdam opnieuw in het teken van artiesten, parties en awards. Tijdens de MTV Music Week treden veel grote artiesten op in de hoofdstad. Met Martin Garrix, Nicky Romero, Trentemuller en het oer-Hollandse houseduo 2 Unlimited biedt MTV Music Week ook de dansliefhebber leuke avonden. Het hoogtepunt van de week is de spectaculaire uitreiking van de MTV Europe Music Awards. Dan verzamelen alle genomineerde popsterren zich in de Ziggo Dome. En of onze eigen Afrojack die strijdt met Avicii, Calvin Harris, Daft Punk en Skrillex om de Best Electronic Award nou wint of niet, zijn optreden met Snoop Dogg is one to watch. En nog wat meer Afrojack. Afrojack en het eveneens Nederlandse jeansmerk G-Star Raw hebben de handen ineengeslagen voor een speciale collectie. Deze maand komen 6 kledingstukken uit die zijn ontworpen in samenwerking met de DJ zelf. De zogenoemde G-Star Raw by Afrojack Capsule Collection bestaat uit 2 broeken, 2 shirts, een hoodie en een cap. De items zijn vanaf 7 november te koop in de Amsterdamse PC Hooftstraat en enkele dagen later online te bestellen. Check de collectie alvast op onze Facebook. Avicii komt met zijn True Tour naar Nederland. De Zweedse DJ die voor het tweede jaar lekker op 3 staat in de DJ Mag Top 100 treedt op zaterdag 22 en zondag 23 februari in de Ziggo Dome in Amsterdam. Alleen voor de zondag zijn nog kaarten te halen. Het album True, waarop de tour geïnspireerd is, werd eerder dit jaar nog aarzelend ontvangen omdat het album te country zou zijn. Zijn eerste single Wake Me Up werd echter net als de akoestische versie een echte monsterhit en staat nu al wekenlang overal hoog in de hitlijsten. Grijp je mis voor de Ziggo Dome? Dan kun je op 13 februari ook nog naar het Sportpaleis in Antwerpen afreizen. Dit was EDN Update. Bedankt voor het kijken.